Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke testvideo, maar vandaag gaat het over de Big Bazaar. Big Bazaar is niet overal in het land, dus sommige mensen zullen het wel kennen, sommige mensen zullen het niet kennen. Voor de mensen die het niet kennen, het is een soort van Action. Niet soort van, het is een beetje gewoon echt als Action, maar dan anders. Je hebt gewoon allemaal zooi, zeg maar. Net als bij de Action, je hebt van alles. Je hebt make-up, je hebt eten, je hebt snoep, je hebt kinderspulletjes, je hebt lichaamsverzorging, je hebt kattenvoer, je hebt echt van alles en het is echt heel betaalbaar. Het zijn actionprijzen, dus zoals ik al zei, het is gewoon een soort van Action. Je hebt Action en je hebt Big Bazaar. Nou, ik kom uit Brabant, ik kom uit Tilburg en we hebben hier twee Big Bazaars. Ja, we hebben er twee. En ik zag dat ze daar een hele schap hadden met make-up. Of ja, ik heb het niet gezien. Mijn zus had het gezien. En zij appte mij van, oh, dit zou een leuke video zijn. Dus vandaar dat ik de video heb gemaakt nou. Ik heb hier van alles liggen. Ik heb blushes, foundation, lipsticks, wenkbrauw dingetjes. Ik heb deze look ermee gemaakt. En het kostte mij echt geen drol. Het is zo goedkope make-up. En we weten allemaal waar ik van hou. Ik hou van goede betaalbare make-up. Dus ik blijf altijd hangen bij de betaalbare make-up. Ik vind het ook echt heel leuk om betaalbare make-up te maken. Dus ben je benieuwd naar te maken. Sinds wanneer maak ik make-up? Ik bedoel, ik vind het heel leuk om betaalbare make-up te testen en te reviewen voor jullie. En dit is gewoon weer iets waarmee we geld kunnen besparen. Dus ben je benieuwd naar deze video? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Dat is altijd top. En dan kunnen we gewoon snel verder naar de video. Nou, daar ben ik dan met helemaal niks op mijn gezicht. Ik heb zelfs mijn lelijke wenkbrauw niet gedaan. Oh my god. Ik heb hier de bon. Dit heeft mij €24,35 gekost. Dat is super goedkoop voor hoeveel make-up ik heb. Maar het is ook allemaal hele goedkope make-up. Ik begin altijd eerst met mijn wenkbrauwen. Dus dat ga ik nou ook doen. Nou, voor mijn wenkbrauwen heb ik deze Perfect Touch Eyebrow Pencil in de kleur brown. Deze kost €1,30. En ik heb de Perfect Touch Eyebrow Kit. En deze kost €1,50. Nou, ik ga eerst beginnen met deze. Ik heb niet echt dat ik denk van dit gaat mooi worden. Want dit soort potloodjes. Ik had er ook een aantal ooit van Essence. En ja, ik vond ze nooit zo goed. Ook deze spoelie zo. Ik vind deze spoelie, die doet echt niks. Kijk, als je zo je wenkbrauw omhoog kamt, de haren komen bijna niet eens omhoog. Normaal gebruik ik deze. En die brengt wel al je haren helemaal omhoog. Hier gaan ze wel echt omhoog en hier echt bijna niet. Dus ik doe even deze ook hier. Nou, altijd als ik een nieuw wenkbrauwpotloodje heb, welk merk dan ook, ik doe het altijd eerst even op mijn hand een beetje warm maken. Want anders is het zo stroef. De kleur is vrij licht vergeleken met de kleur die ik normaal gebruik. Normaal is het wel echt zwart of heel donkerbruin. En dit is meer gewoon echt bruin. Nou ja, we gaan het gewoon proberen te laten werken. Ik begin altijd eerst met de buitenkant. Nou, op zich brengt hij niet heel verkeerd aan. De kleur is wel heel verkeerd, maar hij brengt niet moeilijk aan of zo. Het gaat best wel gewoon goed. Nog een nadeel is dat je dit soort potloodjes continu moet aanslijpen. Hij is nu al bijna niet eens scherp genoeg en ik moet nog dit oog doen. Dit oog, ik bedoel deze wenkbrauw. Ik doe het ook een beetje ermee inkleuren. En ik doe het er hiervoor aan altijd een beetje dolborstelen, zodat het een beetje vervaagt en je een beetje die ombre effect krijgt. Nou mensen, ik was van tevoren zo negatief al hierover in mijn hoofd. Terwijl hij brengt echt goed aan. Ik heb, ja, de kleur is gewoon echt niet goed. En er zijn niet veel kleuropties. Dus als je hele donkere wenkbrauwen hebt, ja, tenzij je houdt van zo'n lichte kleur. Maar ik hou echt van hele donkere wenkbrauwen bij mezelf. Ja, op zich is hij prima. De nadelen zijn alleen deze spoelie is echt drie keer niks. Dus je moet echt je eigen spoelie hebben. En je moet hem aanslijpen. Echt al vrij snel. Want hij wordt al vrij snel een beetje rond. Nou ga ik deze proberen. Hier zit ook een vrij donkere kleur bij. Dus ik hoop dat hij mijn wenkbrauw iets donkerder maakt. Dit kwastje dat erbij zit. Ja, wat moeten we hier weer mee, jongens? Ja. Zal ik hem gewoon gebruiken? Gewoon? Nu ik het toch gewoon heb. Normaal gooi ik het altijd weg. Maar ik zal het nou gewoon een keer gebruiken. Ik pak gewoon de donkerste kleur. Het is al echt heel poederig. Normaal doe ik mijn wenkbrauwen gewoon ook met een potloodje en af en toe met een pomade. En dan doe ik het daarna ook in kleuren met een poeder. Ik gebruik die van Wet n Wild. Dus ik doe het nou eigenlijk gewoon precies als ik het normaal ook doe. Hij maakt inderdaad mijn wenkbrauw nou een stuk donkerder. Daar ben ik wel blij mee. Er komt ook gewoon goede pigmentatie vanaf. Kijk het verschil qua kleur. Er komt echt goede pigmentatie vanaf. Hij is alleen echt vrij poederig. Er valt ook hier best wel veel poeder. Dat is een beetje het nadeel. Maar voor de rest, dit is een prima wenkbrauwkitje, joh. Nou, even mijn andere wenkbrauw.
Nou, ik had absoluut niet verwacht dat ik ook maar een klein beetje positief zou zijn over deze twee wenkbrauwproducten. Dit kwastje, ik heb het nou gewoon voor de lol hiermee aangebracht, maar normaal zou ik dat niet hiermee doen. Dit potloodje heeft mijn wenkbrauw wel een beetje stroef gemaakt. Ze voelen niet heel zacht of zo, maar ja, dat boeit me echt geen reet. Echt, het boeit me echt niet hoe mijn wenkbrauwen aanvoelen, als ze maar goed op hun plek blijven. Deze is een beetje waxerig, dus hij is een beetje hard. Echt, deze twee, ook voor die super lage prijs, vind ik ze echt best oké. Ik ga even snel mijn wenkbrauwen strak maken met concealer, zoals ik normaal ook altijd doe. Nou, ik ben klaar met mijn wenkbrauwen. Ik ben dus gewoon vrij positief over deze twee. Als je al mooie volle wenkbrauwen hebt en alleen maar poeder gebruikt om het een beetje in te kleuren, is deze echt prima. Je hebt gewoon drie leuke kleurtjes. Nou, we gaan nu door met foundation. Ik prime wel altijd onder mijn foundation. Helaas was er geen primer bij Big Bazaar. Dus ik gebruik gewoon mijn eigen primer. Ik gebruik de Filorga Time Flash Primer. In mijn unboxing video van make-up had ik gezegd dat ik deze ging testen. Ik heb hem nu al 2 weken getest en ik ben er echt heel positief over. Deze is 40 euro, dus hij is best duur. Voor de mensen die die video niet hebben gezien. Dit is een blurring primer, dus hij maakt je huid heel egaal en maakt je poriën hier allemaal echt iets minder. En hij is anti-aging. Dus dat is heel positief. Hij is wel een beetje duur. Hij is 40 euro. En ik zou laten weten wat ik ervan vind. En ik vind hem echt toppie. Vind ik hem echt die 40 euro waard? Ja, best wel. Mocht je iets hebben van ik wil best wel wat geld besteden aan een goede primer, dan raad ik jou deze zeker aan. Want hij maakt alles echt heel smooth. En hij is niet te droog, want ik heb een hele droge huid. Dus als dat was, dan had ik hier allemaal van die droge plekken gehad. Want dat heb ik normaal. Maar dat doet hij niet. Dus ik vind hem helemaal top. En dat hij anti-aging is, is natuurlijk extra top. Nou, ik heb de Perfect Touch BB Cream in de kleur 1. Die was de lichtste kleur. Mensen, deze was 2,80 euro. Ja, hij gaat veel te licht zijn. Je had ook wat donkerdere kleuren, maar echt... Die waren zo oranje. Ik was met mijn vriendin, met Jasmine. Hoi Jasmine, ik weet dat je ook mijn video's kijkt. En zij zei ook van, wat zijn die van deze oranje? Dit was echt belachelijk. Dit was de enige die niet zo oranje was. Hij is alleen maar echt heel licht. Ik word gebeld, momentje. Hoi, ik zit midden in een video. Nou ja, ik ga dus gewoon deze opdoen. Ik ga gewoon niet te veel opdoen. Ik weet niet of ik het al had gezegd, maar deze zijn 2,80 euro. Het komt er ook echt heel moeilijk uit. Je moet echt super hard drukken. Maar ik ga een beetje op mijn beauty blender doen. Dit is echt rampzalig. Er komt, je moet echt... Ik druk echt hard, hè. Oh ja, daar komt er iets uit. Oh, dit gaat echt rampzalig worden. Het is echt veel te licht. Maar het is een BB cream. Dus hopelijk is er niet te veel dekking. Want dan valt het allemaal niet op. Oh echt, die andere waren zo oranje. Ik had er gewoon eentje moeten kopen, gewoon puur om het te kunnen laten zien. Het voelt heel plakkerig aan. Het blendt ook niet heel makkelijk. Nou, ik ben heel blij dat er niet veel dekking is. Want je kunt nou niet zo goed zien dat de kleur echt niet matcht eigenlijk. Als dit echt een foundation was geweest, dan had je hier een hele streep gezien van wit en bruin in mijn nek. Nou, ik heb hem helemaal aangebracht. Wat vind ik ervan? Qua dekking is hij gewoon prima. Het is echt een BB cream dekking, dus niet te veel, niet te weinig. Maar voor de rest ben ik er niet echt te spreken over. Hij plakt heel erg, hij blendt heel moeilijk. Hij blijft zo plakken steeds op plekjes en dan is het echt moeilijk om dat uit te blenden. De kleuren zijn echt rampzalig. Dit was de enige fatsoenlijke kleur, echt. Ja, als je toch wilt gaan voor een betaalbare BB cream, dan zou ik eerder die van de Lidl aanraden. En dat is deze. Deze is ook echt heel goedkoop, maar een stuk beter dan deze. Deze is echt een beetje... Ja... Laat maar. Nou, we gaan verder met de Perfect Touch Creamy Concealer. Er waren een aantal kleuren. Dit was ook de enige fatsoenlijke kleur. Dit is een beetje een gevalletje, net als die BB cream. De kleuren waren ook niet echt dat je denkt van, toppie. En net als bij het wenkbrauwpotloodje heb ik hier ook een beetje een slecht vooroordeel over. Want dit soort, ja, stiftjes, pennetjes, hoe ik het ook kan noemen, zijn meestal niet zo goed. Hij brengt op zich wel creamy aan. De kleur is een beetje met een roze ondertoon. Dat is niet echt de ondertoon waar ik normaal voor ga. Oh, hij is wel echt te donker. Mijn concealers moeten altijd echt een stuk lichter zijn dan dit. Want ik wil altijd dat het echt verlicht wordt onder mijn onderogen. Maar dat gaat deze dus niet doen. Dit is gewoon bijna mijn huidskleur. Hij is iets lichter dan mijn huidskleur, maar niet echt heel. Maar ik ga het weer wel gewoon aanbrengen als normaal. Er waren wel lichtere kleuren, maar ik vond die te geel. Er was een kleur hieronder, maar die was zo... Ja, ik had misschien toch beter die kunnen pakken. Nou, ik ga hem gewoon uitblenden met mijn beauty blender. Ik vergeet steeds te vertellen hoe duur alles is. Deze was 1,50 euro.
Ik heb hem helemaal uitgeblend. De blenden ging super makkelijk. Daar ben ik echt tevreden over. De kleur was gewoon te donker. Maar als jij niet per se zo'n lichte onderogen wil, dan is dit gewoon ook ideaal. Hij gaat alleen wel al meteen in mijn lijntjes. Meteen. Echt, terwijl ik het aan het blenden was, was er al in gegaan. Dus dat vind ik een heel groot nadeel. En dat is echt een reden waarom ik deze niet zou aanraden. Want je wilt echt niet dat je concealer allemaal hier in die lijntjes gaat. Daardoor gaat je make-up echt minder smooth eruit zien op het einde. Maar hij blendt wel echt een heel stuk makkelijker dan die foundation. En hij is niet zo plakkerig. Nou, de Big Bazaar had verder niks om mee te baken of poeder op je gezicht of zo te doen. Dus ik ga even snel mijn eigen producten daarvoor gebruiken. En dan kom ik zo terug. Nou, als je je afvraagt welke poeder ik heb gebruikt. Ik heb de Milani Translucent poeder gebruikt in de kleur Light to Medium. Prima poedertje. Ruikt ook echt heel lekker deze poeder. Nou, we gaan verder met de Perfect Touch Face Powder. Ik ga deze gebruiken als bronzer. Slash contour. Ik ga een beetje brons contouren. En dit is de kleur 4. Hij is niet mat. Hij is een beetje glitterig. Daarvoor ga ik de Elf Cosmetics Blush Brush. Ken je praten ook niet? Nou, ik ben benieuwd. De kleur ziet er wel gewoon goed uit. Oh, de glans laat hier al mijn oneffenheden zien. Oké, dat is wel echt minder. Oh my god, je kunt hier alles zien. Oh, dat komt door die glans. Als deze mat was geweest, was het echt een stuk beter geweest. Dit is dus de reden dat ik altijd een matte bronzer wil. Want die glans laat allemaal elk pukkeltje, puistje, al die zooi zien. Sorry. Ik had ook hier een puist die ik heb uitgeknipt gisteren. Nou, die is ook weer lekker goed te zien. Ik vind hem hier wel mooi bij mijn wangen. Maar daar heb ik ook iets minder textuur dan hier. Kennelijk. Wist ik ook niet. Weet ik nou wel. Bedankt hè. Bedankt Big Bazaar voor deze openbaring. Ik vergeet gewoon weer de prijs te zeggen. Deze is €1,50. Ook weer lekker goedkoop. Als deze mat was geweest, had ik gezegd, ga hem kopen. Hij is echt prima. Helaas is hij niet mat, waardoor ik zeg nee. Want vooral als je een oneffen huid hebt, hij laat alles zien. Ik zie hier ineens allemaal dingen die ik nog nooit heb gezien. Je kunt er wel goed mee contouren, maar om dit te gaan kopen voor alleen dat, ja nee, ik zou het gewoon niet doen. Maar heb jij nou een perfecte huid? Waar niks op te zien is, geen pikkeltje, je hebt geen bultje, helemaal niks. Dan kun je deze wel opdoen. Maar ik waarschuw je wel, je gaat dingen zien die je nooit eerder zijn opgevallen. Want deze, wat hier aan de hand is, is me ook nooit opgevallen. Nou, we gaan verder met ogen. Ik heb 2 Perfect Touch Eyeshadow paletjes. Dit is de kleur 8 en dit is de kleur 7. Deze is meer bruin en deze is meer paars. Ik heb ze gewoon allebei gekocht. Deze zijn allebei €1,50. Nou, dit zijn de 3 kleuren van het bruine paletje. Ik moet toch wel zeggen, de pigmentatie die hier vanaf komt, dat had ik niet zien aankomen. Echt. En dit is 1 swatch. Ik ben er 1 keer in geweest. Hele mooie kleuren. Nou, dit zijn de swatches van het paarse paletje. Is precies hetzelfde. Brengen heel creamy aan. En de pigmentatie is ook weer heel, heel goed. Nou, ik ben heel erg te spreken over de swatches. Echt, er komt heel veel pigmentatie vanaf. Helaas is er echt geen enkele kleur mat. Dat is echt een nadeel. Want dat weerhoudt je er wel van om echt een hele volledige look te kunnen maken met alleen deze paletjes. Want je hebt toch altijd wel een beetje een bruinige matte kleur nodig in je crease. Wat ik nou ga doen is deze bronzer die ik net als bronzer contour heb gebruikt. Ik ga deze een beetje in mijn crease doen. Ook al is hij ook niet mat. Maar hij is wel iets matter dan deze glitter oogschaduw. Dus ik ga eerst deze even opdoen. Nou, met een fluffy kwast doe ik dit in mijn hele akkaarboog. Ik doe niet te veel. Ik ga wel vandaag echt voor een alledaagse look. Puur omdat ik dus niet echt matte kleuren heb om mee te werken. En als ik echt ga voor een hele heftige look. Ja, dat is niet echt te doen zonder matte kleuren. En in dit soort video's waar ik make-up test van een bepaald merk, wil ik ook echt alleen maar de make-up gebruiken van dat merk. En ik wil nou niet een ander paletje gaan pakken waar een matte kleur in zit en dan die gebruiken. Want ja, dan is het dus niet allemaal alleen met dit merk. Nou, dit werkt op zich wel. Ik zie wel weer gewoon echt de glans. Maar het is niet te veel dat het me echt stoort. En ik ga mijn kwast nat maken met Fix Plus, want dat doe ik altijd bij glitterkleuren. Nou, ik ga van het paarse paletje eerst de lichtste kleur pakken. En die doe ik op mijn ooglid, vanuit de binnenste hoek tot ongeveer het midden. En dat doe ik om mijn ogen een beetje wat helder te maken, wat frisser te maken. Dat je ogen wat meer wakker en open lijken. Oké, het brengt wel een beetje moeilijk aan. Er is wel echt heel veel pigmentatie, maar dat konden we ook al zien aan de swatches. Maar ja, we moeten wel echt onthouden dat dit paletjes zijn van €1,50 dus. We moeten ook weer niet te veel dingen verwachten. We moeten niet te hoge verwachtingen hebben. Maar echt, de pigmentatie is zeker niet €1,50. Oh, met mijn vinger brengt hij helemaal gepigmenteerd aan. Dat is helemaal top. Nog meer dan met de kwast. Ja, ik vind het wel echt een leuk kleurtje.
Ik ga nou van het bruine paletje deze kleur pakken. En die doe ik daarnaast gewoon op de rest van mijn ooglid. Mooie kleur ook. Deze brengt ook iets makkelijker aan dan die lichte kleur van net. Er is wel fallout. Er valt al mijn oogschaduw hieronder. Je kunt misschien eerst je ogen doen en dan pas je foundation. Die kleur was echt heel mooi. Ik doe het nou even uitblenden met die kwast van in het begin. Ik heb er verder niks meer opgedaan. En ik ga even ook de twee kleuren in elkaar blenden. Ik wil denk ik nog een klein beetje van deze zwarte kleur in mijn buitenste ooghoek doen. Zodat we toch iets meer kleur hebben getest. En ook hiervoor weer Fix Plus. Ik gebruik Fix Plus bij elke glitterkleur. Ook die bruine. Ik breng echt maar een heel klein beetje aan. Een beetje zo in een C'tje maak ik het. En dan pak ik een kleine fluffy kwast en ga ik het gewoon een beetje blenden. Ik blijf wel gewoon een beetje daar hangen. Ik blend niet allemaal naar allemaal rare plekken. Nou mensen, ik vind het echt best goed gaan. Ook deze zwarte kleur brengt gewoon prima aan. De enige kleur waar ik een beetje moeite mee had was de lichte witte kleur. Maar ook weer niet zoveel moeite dat ik het je echt afraad of zo. Nee, ik vind deze paletjes echt prima. Vooral voor die lage prijs. Nou pak ik weer de eerste kwast en daarmee ga ik weer alles blenden. En ik heb weer niks gedaan op de kwast. Ik blend gewoon met wat er nog allemaal op zit. Nou, ik moet echt zeggen dat deze video een stuk beter gaat dan dat ik had verwacht. Ik altijd met mijn slechte vooroordelen. Ik dacht echt, dit wordt echt een vreselijke look. Want toen ik de make-up kocht en zo, ja, ik was niet echt dat ik dacht van... Dit gaat top worden, maar tot nu toe, kijk die ooglook. Dit is toch gewoon mooi voor zo alledaags? Ik vind het echt mooi. Ik ga nou de lichtste kleur pakken van dit paletje en die onder mijn wenkbrauw doen. En ik doe die kleur ook in mijn binnenste ooghoek. Onder mijn ogen ga ik weer even deze bronzen kleur doen. Ik doe niet te veel, echt maar een heel klein beetje, zodat daar ook gewoon een beetje oogschaduw zit. En dan pak ik weer deze bruine kleur en die ga ik daar ook een beetje op doen. Nou, ik heb ook de Perfect Touch Eyeliner Duo Pen. Deze is €2,90. Je hebt dus aan allebei de kanten een pennetje. Hier is gewoon een beetje de normale. Deze ga ik ook gebruiken. En aan die kant, ja, ik weet niet wat ze hiermee willen bereiken. Maar ja, je kunt ook je eyeliner met die aanbrengen als je wilt. Nou, ik heb ze even geswatcht. Deze, de donkerste, is gewoon met die normale pen. En deze rare pen is die eerste. Die is ook veel minder donker en echt droog. Ik ga gewoon deze gebruiken. Ik weet echt niet wat ze hiermee willen bereiken. Nou, ik maak vandaag geen wing. Ik maak gewoon een zwarte lijn zo op mijn hoofd. Nou, ik heb de eyeliner opgedaan. Hij ging heel makkelijk op. Hij droogde mat op. Hij is niet super, super, super zwart. Maar voor deze prijs. En hoe makkelijk die aanbrengt. En omdat hij ook mat opdroogt. Dat vind ik altijd heel belangrijk aan de eyeliner. Raad ik deze ook gewoon aan. Hij is gewoon toppie voor deze prijs. Nou, ik heb ook de Perfect Touch Mega Volume Mascara. Nou, die gaat je pas mega volume geven. Deze mascara is €3. Hij is heel dik, heel groot. Nou, we gaan hem proberen. Ik heb mijn wimpers al gekruld met de wimperkruller. Maar mensen, jullie weten het. Ik heb hele mini wimpers. Maar ik kan alsnog zien of hij echt iets doet. Nou, ik heb hem opgedaan. Zoals ik al zei, mijn wimpers zijn echt belachelijk kort. Dus je gaat niks zien. Ik kan het wel altijd goed zien aan mijn onderwimpers ook. Ik laat gewoon weer iets vallen. De naam is Mega Volume. Bij Mega Volume verwacht ik echt lengte en heel veel dikte. Dus ik vind de naam niet echt passend, want hij geeft niet echt dikte, wel lengte. Echt mijn wimpers, vooral ook hieronder, heel lang en geen klontjes. Geen, gewoon niks. Geen enkel klontje. Dus in dat opzicht vind ik deze top. Maar als je echt gaat voor Mega Volume, kun je beter eentje pakken van Essence, want die zijn even duur. Nou, ik heb geen nep wimpers van de Big Bazaar, dus ik ga even mijn eigen opdoen. Kom ik zo weer terug. Ik heb ook de Perfect Touch Blusher in de kleur 3. Dit is een beetje een peachy oranje-achtig kleurtje. Je had ook wat andere kleurtjes, wat meer richting roze. Maar omdat ik het meer alledaags wilde houden, ben ik toch voor deze kleur gegaan. De blush is ook niet mat. Volgens mij houdt Big Bazaar niet zo van mat. De kleur is wel mooi. Nee, er is best wel veel glans. Het is bijna gewoon een highlighter. Ik heb ook geen highlighter, want die verkochten ze daar niet. Maar ik denk niet eens dat ik die hoef na deze blush. Dit is gewoon een blush en highlighter in één. Ja, hij brengt makkelijk aan. Hij is niet patchy. Hij blendt ook makkelijk. De kleur is mooi. Ik vind alleen iets te veel glans. Iets te veel shine. Maar ja, nou hoef ik in ieder geval geen highlighter meer op te doen. Deze blush is €1,50. Nou, ik heb ook even wat van die Milani poeder hier gedaan. Om de blush en contour wat strakker te maken. Die haal ik er nou gewoon weer vanaf. Nou, ik zat al te zeggen, ik hoef geen highlighter op te doen, want deze blush is genoeg highlight. Nou, bij mij is nooit iets genoeg. Ik ga alsnog een beetje highlight op doen. Ik ga deze betaalbare make-up look een beetje duurder maken met mijn Too Faced highlighter van €30. Dit is in de kleur You Light Up My Life. Dit is een hele mooie gouden kleur, maar deze highlighter is totaal niet heftig. Hij is best wel te doen. Hij is niet zo extreem als dat ik normaal zou doen. Dus vandaar dat ik nou even voor deze ga. Omdat ik het allemaal niet te extreem wil maken. Nou, ik heb hier ook een lippotlood, lipstick en een grote lippotlood.
Ik ga eerst beginnen met een grote lippotlood. Ik moet wel zeggen, de kleur, er valt gewoon weer iets. Echt man. Nou, ik moet wel zeggen, de lipkleuren waren allemaal wel een beetje roze. Er waren niet echt nudes of donkere kleuren of wat dan ook. Ik heb dit lippotloodje in de kleur 09. Het is heel roze. Echt heel roze. Dit is kleur Happy Peach. Je moet happy zijn als je dit opdoet. Nou, ik ga hem even opdoen. Het is ook een hele happy kleur. Hij brengt heel creamy aan. Echt als een lipbalmpje. Dat is wel fijn. De kleur is ook gewoon wel mooi. Het is gewoon een mooie roze kleur. Er is niet veel pigmentatie, want je ziet nog echt mijn lipkleur er doorheen. Ik zou deze gebruiken als een soort van snelle lipballen met best wel veel kleur. Als je daarvoor gaat, zou ik deze gebruiken. Nou, ik heb deze lipstick en lippotloodjes samengekocht voor bij elkaar. Maar volgens mij passen deze kleuren helemaal niet bij elkaar. Maar whatever. Ik heb het lippotloodje in de kleur 07. Dus kleur 7, die ga ik eerst even opdoen. Ook weer heel roze. Ik zou misschien deze matchen met deze. Dit zou misschien wel handig zijn. Oké, hij wil gewoon bijna niet aanbrengen. Er gebeurt gewoon niks. Dit lippotloodje is maar 1 euro. Maar nee, hij is echt vreselijk. Vreselijk. Hij brengt gewoon bijna niet aan. Ik moet echt 10 keer kapot gaan drukken. Nee man, nee. Nou, we gaan nou deze 1 euro lipstick proberen in de kleur 15. Dit is een iets donkerdere kleur dan al het heftigheid van net. Dit is meer paars. Nou, deze kleur vind ik wel mooi. Hij brengt ook absoluut niet slecht aan. Hij is niet zo heel dik en gepigmenteerd en luxe aanvoelend. Maar ja, hij is ook maar 1 euro. Dat moet je vooral niet vergeten. Ik vind dat hij genoeg kleur afgeeft. Ik ben er gewoon prima mee. Je kunt hem makkelijk ook opdoen. Hij is echt heel creamy, niet mat of zo. Dus hij zal er wel snel afgaan als je drinkt en zo. Dus ik zou hem echt meenemen in je tas als je deze wilt. Maar ik vind de kleur heel mooi. En de pigmentatie is zo goed dat hij die lelijke roze lippotlood ook gewoon helemaal bedekt. Dus voor 1 euro zou ik zeker gewoon een paar kleurtjes halen, waarom niet? Nou, ik heb geen setting spray van de Big Bazaar, dus ik gebruik mijn NYX Matte Setting Spray. Dit is trouwens een hele goede matte setting spray, die is echt top. Nou, en dit was het dan. Dit was alle make-up die ik heb van de Big Bazaar. Nou mensen, heeft deze make-up mij toch een partij verrast vandaag? Ik had dit zo niet verwacht, het meeste was echt goed. Het enige waar ik echt niet te spreken over ben, is dit lippotloodje. Ik heb gewoon bijna mijn lippen open gesneden met dit lippotloodje. Ja, en de BB cream. Ja, daar ben ik ook niet echt zo te spreken over. Je loopt allemaal weer hier met de motor rondrijden, man. Ja, en de concealer was voor mij een beetje... Waar ik echt het meest verrast op ben, zijn deze oogschaduwpaletjes en dit wenkbrauwpaletje. Deze drie, echt top kwaliteit. Echt top. Top. Ik heb niks meer verder erover te zeggen. Jullie hebben het ook gezien. Top! Nou, ik hoop gewoon dat Big Bazaar ook met wat matte kleuren uitkomt. Dat zou heel fijn zijn. Er is echt niks mat. De bronzer was niet mat. De blush was niet mat. De oogschaduwen waren niet mat. Niks was mat. Dus kom een beetje met wat matte kleuren uit, joh. Dat is het enige wat ik miste. En that's it. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en er iets aan hebben gehad. Laat me weten of je een Big Bazaar hebt in je buurt. Of je erheen gaat of je iets hebt van de make-up. Laat gewoon even een leuke reactie achter. Vergeet niet te liken en te abonneren. Want ik heb af en toe 2000 views en maar 100 likes. Daar klopt iets niet. Dus heel veel mensen liken niet. Vieze haters, je moet liken. Nou, bedankt voor het kijken. Dan hoop ik jullie weer snel te zien bij mijn volgende video.